Veel te veel mensen hebben dingen gezegd die ze beter niet hadden kunnen vertellen. Sommige mensen kennen elkaar van een stripclub, hoerhuis. Uiteindelijk gaat steeds meer ingekleurd worden. En alle informatie wat er tot mij gaat komen, via anderen. Het is echt... Moest echt geremd worden. Mensen waren echt jaloers. Het was echt iets aan het groeien, bloeien bij wijze van spreken. En dan zie ik met alles wat in mijn energie hangt. Vinden mensen echt dat ik met te veel bezig ben. Te veel energie aan het spirituele. Te veel aan het verdienen ben. Dus willen ze dat ik het deel ofzo. Maar naar alles. Met al die spelletjes waar ze me doorheen brengen. Nu zeker denken dat ik iets nog met hun ga delen. Dat ik voor hun langzamer ga zodat ze kunnen bijbenen ofzo. Echt, als je je eigen iets hebt, is de bedoeling niet. Vinden ze weer dat je het met de groep moet delen. Maar zijn het allemaal dieven die elke keer alleen maar spelletjes hebben gespeeld. Alles en iedereen bedriegen, overal liegen. Dus sommige mensen zijn allemaal verdrietig dat ze niet aan mijn kant mogen staan, niet mee mogen doen. En dat ik niet met hun ga delen en dat ze weten dat ik niks met hun ga delen. Maar heb ik gewoon te maken met mensen die sowieso niet wouden delen. Had ik vrienden waar ik vertelde als ik miljoenen zou winnen dat ik hun ook wat zou geven. Terwijl ik dat aan hun vertellen ben. Ik ga niet zomaar mijn geld aan iedereen weggeven hoor. Moet wel eraan geld verdienen dan. Dus ik weet, mensen zouden mij, hun zouden mij niks geven als hun een miljoen hadden gewonnen ofzo. Nou, ik weet wel. Voor die Witte Arena, als ik een miljoen gewonnen had, had ik vrienden geholpen met de hypotheek afbetalen van hun huis of zo. Maar ik ben niet van plan om te delen. Sommige mensen die delen alles. Delen zelfs hun sekspartners en zo. Delen hun energie, mogen elkaar vernederen en zo. Uiteindelijk moet ik zeker allemaal gaan delen met vijanden of zo. En er maar van genieten, hè, van het kwaad wat ze aan het doen zijn. De misleiding die overal bezig is. En iedereen die zich tegen mij aan het keren is. Naar iemand hangen die eigenlijk alleen maar mij aan het kopiëren is. Dus om wie hang je eigenlijk heen dan? Alleen maar om mijn energie, want daarbinnen is het leeg. En worden jullie allemaal bedonderd, allemaal gebruikt voor een grote doel. En weet ik ook gewoon, ik ga mensen niet behandelen alsof ze familie zijn ofzo. Als dat voor mij gewoon niet is. Zelfs als zusjes, nichten, iedereen kon een DNA-test in die tijd gedaan hebben. En nu niet meer, zoveel. Ik heb het weggegooid. Als je nu nog wil bewijzen, dan kost het jou allemaal geld, meer mij niet. En dan mag jij blij wezen met de uitslag, maar mij interesseert het allemaal niet. Ik heb gewoon gezien aan hoe mensen zich gedragen en dat ze dingen aan het verpesten zijn. Sommige mensen gewoon een soort van contract hebben getekend. Gewoon dingen weg hebben gegeven. Maar ook gewoon mijn erfenis aan anderen geven en hun dat laten gebruiken om mij lastig te vallen. Dus hè, moet je soms zelf toe mensen toestemming geven om hun Akashic Record te komen. Denken ze daarmee jou in een fles te stoppen. Zijn ze alleen maar zelf in die fles. Hier. Yeah. Mensen blijven hangen maar in het verleden. Maar ondertussen gaat het door. En zodra je bij percepties wegvalt, val je wel weer in een nieuwe hoor. Maar zie je in ieder geval die lagere frequenties die bezig zijn. Gewoon tactieken die bezig zijn. Is het net alsof ze me weggegeven hebben. Alsof mensen me geadopteerd hebben ofzo. Dus echt dat internet grooming, dat... Ja, je kan het geen grooming, want iedereen vindt het goed, toch? Het is niet stiekem aan het gebeuren. Het is gewoon openbaar aan het gebeuren. Gezin, familie, alles en iedereen, vrienden, buren vinden het allemaal goed. Dus het is niet dat iets stiekem of zo gebeurt. Het is echt gewoon creepy met alles. Maar het is niet die vibes die dat mij aan het geven zijn. Ik lach het allemaal weg, lach het allemaal uit. Kijk hoeveel mensen er alleen al in mijn eerste video hangen nu.
En dat graag horen van andere mensen, niet van mij. Terwijl waar ze nu over praten en ik 2 jaar geleden over aan het praten was, heb ik allemaal geüpdate. Geuren, kleuren, smaken, alles voor je eraan. Waar anderen maar in cirkeltjes gaan, elke keer hetzelfde moeten vertellen, om anderen maar iets te overtuigen naar iets. En sommigen, ja, die hangen in energie, het verlichting. Denken daarbij dat ze gay moesten doen of zo. Wouden ze graag mij nadoen? Zijn ze gay gaan doen? Nou, ik heb liefde naar iedereen, maar je gaat niet aan mijn kontje komen. Ik heb niks met mannenbillen. Ik ga me niet eens laten pijpen door een man. Dus waarom zou ik met ballen in een piemel willen spelen? Mensen zijn echt verdwaald. En aids of zo lijkt toch wel iets. Gaat een bitch zijn voor mensen. Hij gaat gewoon niks delen. Het is echt gewoon, sommige mensen zijn voorbij vernederend. Het is gewoon beschamend. Voor mij is het echt alleen, neem de mensen gewoon weg. Stop ze in de gevangenis en dan gaan we weer door. Dus ik ben echt niks aan het missen. Ik heb toch al gezien hoe duivels het is wat bezig is. Politie ook. Heel internet ook. Hoeven mensen niet te denken dat ik op iemand verliefd ben, iemand leuk vind of van iemand aan het houden ben of zo. Want mensen snappen niks van de spirituele verlichting. Ik ga niet mijn licht bij jouw hart, want ik wil gewoon bij jouw licht komen. Dus je gaat mijn licht ook niet bij je kriebel zetten. Ik heb gewoon geen respect voor je hoor, als je daar alleen maar aan het hangen bent. Alleen maar aan het stelen bent. Ik geef meer om mezelf als dat ik... Als iedereen waar ik last van heb gehad, eerder in mijn hart had, nu los heb gelaten. Jullie alles bij elkaar. Sommigen hadden echt 12 jaar geen toevoeging, niks hoor. Was alleen maar hier al binnenkomen, alsof ik een deelmat was. Niks van mij wou horen, dus ik niet mijn shit bij jou ook mocht droppen. Maar jij wel met alle shit van jou waar ik mee rondliep, een ander aan het wijzen was. Kijk hem lopen met stront om zich heen. En wanneer je van al dat stront af bent, vaak genoeg gedoucht hebt, de energie van je af kan doen. Is het echt alsof mensen op een heel ander level zitten of zo? Denken dat ze mij aan het tegenhouden zijn. Ik ben totaal niet met hun bezig, hè. Ik ben bezig met wakker worden, ik maak een video, ik spreek dingen uit. Dat hun daarop gaan handelen. En ik de volgende dag weer heb een nieuwe video maak, doorga. En natuurlijk noem ik op wat ik zie, wat er aan het gebeuren is. En zogenaamd niemand niet zien. Maar ik denk sommigen echt dat ze hele tovenaars zijn of zo. Maar als je ziet wat er speelt, tactieken ook ziet. Ja, daar waar je het een keertje niet door hebt, voel je gewoon dat het niet goed zit. Hè? Dat je dan niet weet hoe het wel zit. Nou, wachten we even, kijken waar het heen gaat. Wie wil nou weer er ook op aanhappen? Welke stuurrichting wordt er gegeven door anderen die een filmpje maken of zo? Als je gewoon geen aandacht geeft aan iets, niet bezig bent met iets. Sommige video's van een uur, met 3 minuten ben ik er doorheen, heb ik genoeg gelachen, genoeg gezien, weet ik genoeg wat er gaande is. Hoef ik met de brainfuck niet bezig te zijn en NLP-technieken tot me te nemen. Sommige mensen weten niet eens waar ze mee bezig zijn. Zeg gewoon op een illegale manier dat van mij weggeven aan anderen. Ja, mensen hangen te veel in hun gevoelens, nemen alles maar persoonlijk. Terwijl dit is met mij dat gebeurde, dus ik doe het gewoon op. Ik had daar heel lang niet verder als streng teleurgesteld. Maar feiten... Het zijn gewoon feiten. En wat hebben we dan als mensen met waarheden of leugens daar draai aan willen geven? Zeg gewoon, mensen hebben gewoon mijn positie ingenomen. Met samenwerking, met machtsmisbruik sowieso. Ondertussen mij op een soort van zwarte lijstje, alsof ik een of andere wappie gevaarlijk ben. Maar ondertussen zijn ze alles aan het kopiëren wat ik aan het doen ben. En doen hun het wel met bang boosmaakprogramma's. Waar ik elke keer niet heen wou. Waar ik gewoon mensen de zintuigen wou met trucjes.
met oefeningen zintuigen stimuleren en dan zouden ze vanzelf ook gaan zien. Maar dat mag niet. En dat zijn ook de dingen die niet gestimuleerd worden. Niemand praat over ga die oefeningen doen op magiceye.com. Naar de 3D van Image of the Week. Je kan op een plaatje drukken om te zien wat je moet zien. Dat is niet eens vals spelen. Je weet daarna gewoon waar je naar zoekt of zo. En hoe meer trucjes je aan het doen bent, net als de geluiden stabiel brengen, hè? Een trilling van maken. En dan naar gevoelens gaan. Nou, je hebt genoeg gevoelens in elke chakra zitten. Dus hoe meer je jezelf leert kennen en de gevoelens, beantwoord je alles met jezelf. Ja, het is gewoon hatelijk dat zoveel mensen jaloers zijn. In een programma hingen waarbij ze zagen dat ik iets aan het doen was. 2020, wat hun in 2022 wouden doen. Dus mij heel lang in een wachtkamer. En echt op mijn lijnen. Zo hebben ze hun ego opgedreed. Hoe je naar ik moet kijken. Maar het zijn dingen gewoon aangedaan, heel simpel. Een express met voorbedachte raad. Waarbij een heleboel wetregels overtreden zijn. Waar gewoon straffen op staan ook. Maar iedereen is dat maar doen alsof dingen niet gebeuren. In elkaars lijnen zitten. In Fidère's lijnen gaan zitten. Terwijl je zogenaamd geen onderdeel bent van Fidère. Ja, dat koppelen aan hoe familie reageert. Is voor mij alles duidelijk. Is er niks te mis ook. Zijn er nog steeds mensen bezig, een soort van vijanden, waarvan ik niet eens weet wie ze zijn. Dus wat weten ze van mij dan, behalve informatie die ze gekregen hebben van anderen. Nou, als je het hebt gekregen van familie, van Steve, van Sandra of een van mijn buren. Dus is het net alsof gewoon iedereen in de matrix zit, behalve ik. Iedereen hangt in hekserij. En alles wat ik zeg, dat is gek, want hun zijn als astronauten die denken, kijk hem nou zonder helm rondlopen. Die is helemaal gek. Die heeft geen zuurstof nodig. Ja, het is gewoon, iedereen is aan het hallucineren. Iedereen zit op die ghost-frequentie van 18.89 hertz. Nee, je hoeft nou niet een oud gebouw in te lopen waar die frequentie hangt. Maar met al die strepen in de lucht gaat het gewoon over de hele aarde heen. Wind en andere bewegingen van energie, die geven er af en toe een vervorming aan, maar het hangt nog steeds op dezelfde frequentie. Daarmee is iedereen gewoon aan het spoken in plaats van dat ze aan het dromen zijn. Is sowieso het wakker zijn, je moet juist dromen. In plaats van wakker zijn en in de nachtmerrie hangen. Zodra mensen gewoon gaan realiseren dat ik gewoon nooit om jou opgegeven. Geen fuck om jou geef. Ik heb gewoon onvoorwaardelijke liefde naar je. Maar jij als ego bent echt niet leuk hoor. Ik ben echt niet stoer of dope of grappig of iemand waar je de hele dag mee wil omhangen of mee om wil gaan of zo. En dat ben je zelf aan het doen, hè? Want je wil graag die ster. In een film speel je. Hoe je jezelf verkoopt op Facebook. Is gewoon hoe je hier aan het rondlopen bent ook. Gewoon fake met de masker aan een shapeshift. Zogenaamd fake it till you make it. Weten dat je dat nooit gaat maken. Dus ben je tandjes aan het bijdraaien op het fake of zo? Uiteindelijk komt overal en alles aan het licht als eclipse. Gaan mensen gewoon het kinderachtig gedoe zien. Het baldadig doen. Het echt wrijven en friksen. Zoeken naar iets. Gaat het niet eens meer. Zijn ze niet eens meer aan het kijken hoe iemand zich gedraagt. Nadat hij in elkaar geslagen wordt. Maar kijken ze naar de mensen die iemand in elkaar aan het slaan zijn. En denken ze. Wow, wat gebeurt hier al? We willen toch een betere wereld. Ja, dan zien ze dat de mensen zijn die zorgzaam, hulpzaam. Hele lieve, blije mensen zijn. Alleen maar omdat ze in hun schaduw iets verstoppen. Al die mensen zijn alleen maar steeds gekker aan het worden. Het zal voor de omgeving steeds duidelijker worden.
ben benieuwd wie als eerste in mijn 1,5 meter wil komen om iets te voelen. Omdat ze het niet meer aan kunnen. Ik heb gewoon te maken met bitches. Heel simpel. Allemaal vrouwen die hun vrouwenenergie niet snappen. Heel erg die masculine energie ingetrokken. Fysiek, de materiewereld. En weet ze donders goed dat ze met dieven omgaan. Hangt er nu iets in de lucht waardoor karma zwaarder weegt. Lijkt het een soort van purge, dus iedereen die doet maar wat. Maar zodra het klaar is, is wel alles aan het licht. Is wel alles gefilmd op YouTube. Er zijn gesprekken, telefoongesprekken opgenomen. Er zijn chats overal. Ja, het zegt gewoon alles van me willen beroven en familie vindt dat goed. Omdat familie ook al alles gestolen heeft en zelfs misschien hier wel geld aan verdienen. Want de erfenis was niet voor hun, die is voor mij. Maar hebben ze toch hulp bij nodig om het naar hun toe te witwassen. Gewoon trieste figuren zitten ertussen. Zo lang ook hiermee door kunnen gaan is echt duister. Zogenaamd van mijn handen, maar nog meer politie. Vet lang duren met een DNA-test doen en wanneer dat komt. Komt het niet gewoon tegelijkertijd binnen? De visioenen die ik daarbij krijg, waardoor er iets in een rol gezet lijkt te zetten, is gezet. En bij de andere ik niet familie, moeder die kant, maar een tante. Ja, mensen hebben zoveel gedaan, die mogen echt gewoon op blaren gaan lopen. Maakt niet uit hoeveel smink, make-up je opdoet, hoe blij en vrolijk je aan het doen bent. Iedereen weet gewoon hoe verrot je van binnen bent. En ik ben op niemand verliefd of zo. Hè? Er is niemand die echt die blonde stoot is, zonder dat ze een of andere Barbie is. En het stoere moet niet eruit zien alsof de kerel is of zo, hè. En ook niet dat mooie halfbloedje die in de kracht staat, goed geaard is met moeder natuur. Ik ben alleen maar fakers op mijn pad gehad. Dus ik weet niet wie er dan denkt dat ik met hun bezig ben of voor hun aan het dromen ben. Zijn ze echt met voodoo en met hekserij en dan denken dat ik maar met hun bezig ben of zo. Love spells of weet ik het. Maar whatever. Alle mensen die op mijn pad zitten, die hebben toch gewoon een relatie. Heb ik bij iedereen al uitgelegd dat een vrouw met een man en kinderen. Die man die gewoon weet dat ik naar niks op zoek ben naar zijn vrouw. Dus is gewoon cool. Gaan hun zeker lopen dromen. Ja, ik hoef geen mensen te hebben die alles achter zich aan het slopen zijn om dan blij met mij te doen. Omdat ze nu vooruitzichten zien. En want ik als bij jongetje was niet goed toch? 70% minimumloon. Had je niks aan toch? Dat zou betekenen dat jij zelf moest werken. Dat je eigen geld moest verdienen. Hè, dat je eigen gang ging. En ik ben niet zo van uitgaan en dat soort dingen. Dus dat zou je met je vriendinnen moeten doen. En met je eigen geld. Nee, als er vooruitzichten zijn, dan willen mensen aan je kant staan. Want het is echt alleen maar geld. Overal het gras groener zien. Dingen fysiek en in de materiewereld inkleuren. Terwijl, zelfs met een miljoen leef ik natuurlijk niet zoals dat ik nu leef. Maar ik ga echt niet leven alsof ik een miljonair ben of zo. De spullen die ik nou in huis heb, de rust die dat brengt, met alles zit in kasten. En wat heb ik nou echt nodig? Alsof ik in één keer allemaal dingen ga nodig hebben als ik miljonair ben. Nou ja, mensen zijn voor iets aan het wensen. En willen het dan naar hunzelf toezuigen. Willen de genie vangen, in een fles stoppen. Die fles graag op hun rug dragen. Iedereen blessings geven alsof het bij hun vandaan komt.
Uiteindelijk is het gewoon steeds meer in te kleuren voor mij. En lijken incestus ook wel steeds daardoor gewoon dingen te begrijpen wat er echt aan het gebeuren is. Lijkt het wel 3 generaties vervloekt. Dus moeten we in incarnaties verder terug als dat. Maar daar hadden ze wel de kracht, de discipline, de liefde, de eerlijkheid. En de waarheid. En dat is toch iets, de waarheid wint altijd. De leugen die achterhaalt zich wel. Nou, hoe langer het door blijft gaan, hoe meer leugens er achterhaald worden. En anders is het voor mensen die al een tijdje zien wat er speelt, is het alleen maar groter aan het worden. Ze zien alleen maar hoe meer en meer hierbij hoort. Er zijn hele netwerken aan het licht aan het komen. En ondertussen word ik dus door alles en iedereen misbruikt. Zelfs door het goede die graag alles aan het licht willen. Ja, kunnen we aan wat we aan kunnen, gaan we door. En ga ik echt niet mezelf pijnigen, eindigen. Dus brengen we, als ik het echt niet meer red, bel ik eerst gewoon de politie. Zeg ik loop nu naar de weegbreed toe. Ik ben daar over 5 minuten, als jullie me niet tegenhouden, fok jullie. Dan heb ik in ieder geval iedereen gewaarschuwd. Die 5 minuten daarheen lopen, kan ik ook weer afkoelen of niet. Na een tijdje ben ik gewoon klaar met al die mindgames die maar bezig zijn. Al dat gaslighting. Gewoon rituelen waar ik doorheen moet gaan. En anderen die vinden dat verwarmd ofzo, maar als elke keer niks lukt en ik door blijf gaan, dan... En jij weet mijn god niet wat er aan de hand is. Daarom ook belachelijk is voor alles dat iedereen die wel geleerd is, wel analyseert, doet alsof journalistiek. Waar is die groep op internet gewoon aan het samenwerken met familie? Het is gewoon belachelijk als mensen dachten dat ik echt met hun bezig, dat ik gevoelens voor ze had. Want ik behandel iedereen hetzelfde. Het is dat hun meer aandacht van mij wou. Ik ben hun niet aan het bellen of zo, hè, om langs te komen. Ik ben niet met hun bezig. Hey, zal ik naar je toe komen? Elke keer op internet of zo. Hun zijn dat aan het doen. Dat, als hun niet naar mij toe waren gekomen, was ik gewoon lekker alleen. Want ik ga de deur uit, ga de koffieshop in. Kan met iedereen ouwe hoeren daar al. Iedereen. En ik ga gewoon daarna weer naar huis toe. Ik neem niks mee. Maar mensen die mij gaan bellen. Mensen die hier aan de deur komen. Ja, prima. Kom even binnen. Maar ik ben dat niet bij hun aan het doen. Hè? Echt, al waren ze niet bij mij aan de deur gekomen. Al was ik niet bij hun aan de deur gekomen. Mensen die allemaal dingen waarde op iets aan het neerleggen zijn. Terwijl ze sowieso al niet eerlijk zijn in de energie. Niet eerlijk aan het delen zijn. Alsof ik die dingen allemaal niet zie, niet voel. Alleen ik leg er geen waarde aan, want ik ben niet aan het kijken naar je ego. Het is jammer. Maar je wil ook geen gesprekken voeren, dus ik ben ook niet jou aan het bellen. Of jou aan het uitnodigen. Of met jou bezig van, hey, laten we afspreken. Want met jou is zo gezellig, met jou kan ik zo goed communiceren. Nee, het is alleen maar eenrichtingsverkeer en... Je hangt in een of andere, weet ik veel, waar je allemaal bent. En ja, nu zien waarom je daar al hing. Dat je aan het genieten was de hele tijd. Geld aan het verdienen was. Dus voor jou moet ik iets voelen. Jij bent een gemis. Aan jou moet ik waarde leggen omdat je me nooit hebt geholpen. Jou moet ik waarde aanleggen omdat je me nooit beschermd hebt. Omdat je het nooit voor me opgekomen hebt, moet ik jou graag terug willen ofzo. Oh, omdat jij meedeed aan dit hele opofferingszootje, zogenaamd ook niet zag of door de vingers keek, moet ik een leven met jou willen ofzo. En ze zijn echt ziek als ze denken. En daarom zeg ik altijd, Ian, Ipi, is solo. En als ik geld had, was mijn achternaam al veranderd. Als ik geld had, was ik hier al uit dit huis al weg geweest. En is er echt niemand om te missen. Als ik zie dat... Jullie alleen maar mij remmen. Daar komt het gewoon. Nee, jullie zijn me alleen maar aan het remmen. Alles en iedereen van me aan het laten stelen. En dat moet ik maar accepteren ofzo. Zelfs politie, die werkt met jullie mee. Omdat ze niet echt aan het werk zijn.
Dus kan ik zelf aan het werk? Heb ik zelfs het recht om dingen in eigen hand te nemen als zelfs het wetssysteem, mijn burger- en mensenrechten niet beschermd worden? Dan doe ik het wel op mijn manier. Want ik ben niet van plan hoor, hè?